Ik ging altijd mee of we lopen uit de misselijk op het veld of we die bal met mij helpen. En zo leerden wij dat ook. Het is maar eigenlijk een jaar, hè? Dat is iets unieks. En dat ze daar weer een jaar op je zo moeten wachten. En het vuurjaar begint. Dat is fijn weer. Ja, dat is niks anders moeten zien nou. Het is wel vroeg opstaan en ik ken zelf ook niet goed het bed. Als het er helemaal ben, dan ben je toch blij dat ik op die dag ben gestaan. Rijkhalsend wordt ieder jaar uitgekeken naar de komst van het witte goud. Want asperges steken is een vak. Nog steeds een ambacht. Telen van asperges zit in je bloed. In deze regio worden immers al decennia lang met liefde en vakmanschap asperges geteeld. Met een areaal van 750 hectares is Speel en Maas de grootste aspergegemeente van Nederland. En daarmee de perfecte bakermat voor het aspergegilde Peel en Maas, dat sinds 2007 is opgericht. De aspergeteelt is al vele decennia van grote betekenis voor de gemeente Peel en Maas. De lichte en van oudsher droge zandgronden vormen een zeer geschikte basis voor een optimale teelt van asperges. Een uniek samenwerkingsverband van ruim 20 telers die zich samen inzetten voor de promotie van aspergeproducten en de gemeente Peel en Maas als innovatieve en duurzame aspergeregio. Samen met telers, vrienden, sponsoren en andere betrokken partijen leggen we verbindingen. Daarom staat het Aspergegilde aan de basis van diverse activiteiten en arrangementen. En dat allemaal om juist u te laten genieten van de prachtige aspergeproducten uit de Peel en Maasregio. Beleef de asperges in Peel en Maas.